Wel, die première hier was een ongelooflijke ervaring. We kwamen daartoe. Voor eerst was er heel veel volk. Zo'n tent met 550 man, dat zit echt stampvol. En dat had voor mij zoiets van de projecties zoals in Cinema Paradiso, zo, alsof dat op een Italiaans plein was. En de projectie zelf was fantastisch. Ja. De mensen die reageerden exact op de momenten dat je hoopt of droomt dat ze zouden reageren. Als het stil moet zijn, was het ook muisstil. Af en toe was er een applaus na een scène. Ja, dat is echt een droom. Allee, het is zo, het soort van moment waarvoor je als cineast echt films maakt. Ik hoop dat ik dat ooit nog eens ga kunnen meemaken. Ik ben misschien een beetje een emotionele zot, maar ik was tot tranen toe bewogen. Als stoere bonken zou dat niet zeggen. Hè? Dat is de blanke pit in de ruwe bolster die dan naar boven komt. Fantastisch, hè? Hollywood in de Westhoek. Beste omschrijving die ik kan geven. Nee, de vertoning van gisteravond was enorm fijn. Was echt, heb ik nog nooit meegemaakt, zo'n enthousiast publiek. En echt een publiek dat echt mee was, van begin tot einde met de film. En ja, op de juiste momenten, zoals ze dan zeggen, goed reageerde en enorm enthousiast was. En dat was, denk ik, zowel voor Frank als voor heel de cast enorm fijn. De warmte, de eerlijkheid van dat publiek, de spontane lach op het juiste moment, dat je denkt van, nu moet het komen, en dan kwam het ook. En op het einde, staande ovatie, mede door je toe, maar toch, dat is, daarvoor doet het, hè. Daarvoor doet het, hè. Dat is the right stuff. Het was memorabel eigenlijk, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt een unieke ervaring zo. Het was heel gezellig, het was heel oprecht, het was heel direct, de reacties. En dus ik vond het eigenlijk een heel aangename, onvergetelijke ervaring, ja. Het is zoals in het West-Vlaams zou zeggen, het is vintig. Het is subtiel.